Ik ben Robert Linnekamp, programmawethouder in Zaanstad voor het stadscentrum, waarin we deze Zaanse gracht hebben gegraven. Nou, het stadscentrum is van ons allemaal, dat willen we ook. En we willen dus betrokkenheid van het Zaanse publiek bij het project. Voor het graven van zo'n gracht moet je de situatie een tijdje afzetten. En dan is het natuurlijk heel leuk om met zo'n hele lange schutting wat te kunnen doen, waardoor Zaanse burgers betrokken zijn bij dit project en bij wat er gebeurt in het Zaancentrum. Normaal kijk je tegen een schutting aan en hier was te zien wat er in de Zaanstreek allemaal plaatsvindt. Zaanse geveltjes, je kon door de schutting heen kijken op het bouwwerk. Je kon via een QR-code andere evenementen in de Zaanstreek, andere plekken ontdekken. Kortom, het nodigde uit tot dialoog. Zaanstad vindt creatieve bedrijvigheid erg belangrijk. En het is heel mooi dat je hier een product daarvan ziet, dat door zo'n bedrijf als Counter Creative erbij te betrekken, er een veel innovatiever product tot stand kan komen. Mijn naam is Barry Menger, ik ben creatief directeur van Counter Creatives. Voor de schutting hebben we gebruik gemaakt van een hele oude techniek, namelijk gewoon aardappelstempels. En vervolgens dat gedigitaliseerd. Daarnaast is de schutting natuurlijk interactief. Allerlei social media hebben we gekoppeld aan de schutting. Nou, als je op Facebook kijkt naar de reacties van mensen, zijn die super positief. Je ziet daar mensen uploaden foto's, mensen posten berichtjes. En allemaal heel positief over die schutting. En zeker over wat er hier in de stad allemaal gebeurt. Mijn naam is Dennis Jak. Ik ben een van de partners binnen Counter Creatives. Wat een city marketing nominatie voor ons betekent. Nou, heel veel. In elke stad heb je braakliggend terrein wat er niet mooi uitziet. Stenen, puin, noem het maar op. Ja, zorg dat je er een schutting omheen zet. Hang daar een prachtig thema aan vast. En maak er iets van waar mensen naar willen kijken. Echt een vermarktingstoel voor je gemeente of voor je stad.